het bestaansminimum, voorzitter. Ik heb net gecheckt, voorzitter, met deskundigen die bezig zijn met die loonaanpassingen, voorzitter. Het laagste loon bij de overheid, ultimo juni, voorzitter, is 4600 SRD. En dat is lager, voorzitter, dan het minimumloon. Ultimo juni, voorzitter, is 4600. Juli, vanaf juli, voorzitter, is het 5290. En vanaf januari wordt het afgerond 10.000 SRD. Maar wie zegt mij dat in januari, voorzitter, want nu zien we dat de koers al stijgende is, voorzitter. Met die dingen moeten we rekening houden. Huh? Wat is koopkracht? Dat is een onding. De koopkrachtversterking kennen wij niet in Suriname. Je kan zeggen, voorzitter, dat het koopkrachtverlies enigszins wordt teruggebracht, voorzitter. Maar per saldo is dat geen koopkrachtversterking. Voorzitter, voor het aantreden van deze regering kocht u een ei 1 SRD. Vandaag aan de dag koopt u 1 ei 11 SRD. Is een stijging van 1000%. Voor het aantreden van deze regering kon u gaan tanken 6 SRD 75 cent. Nu is het in de orde van 40 SRD, voorzitter. Is een stijging van meer dan 500 SRD. U kon een gascilinder kopen voor 45 SRD. Nu kost het 300 SRD, voorzitter. Eén bustarief, voorzitter. U betaalde 1 SRD 75. Nu betaal je 15 SRD, voorzitter. Nee, maar we praten over die wet, voorzitter. We praten over loonverhoudingen. Ja? Dus de realiteit moeten wij geen geweld aandoen, voorzitter. Voorzitter, en alsof dat niet genoeg is, ik ga door, voorzitter. Hoeveel betaalde u voor uw EBS-rekening? Alsof dat niet genoeg is, komt erbij 5% BTW. En als u die 5% BTW, ja, rekenkundig meeneemt, voorzitter, dan zult u zien met hoeveel bedrag u achteruit gaat. Is meer dan 10, voorzitter. Wat we willen weten, voorzitter, is nogmaals dat we een cijfermatige onderbouwing krijgen van alles wat hier gepresenteerd is. Want ik moet het verschil kunnen zien en identificeren. Dat is belangrijk voor mij. Wij kunnen de samenleving niet met een kluitje, voorzitter, in het riet sturen.